conceptkaart van de bedijking van de Zijpen. Geeft een deel van Noord-Holland weer een aantal eilanden, waaronder eiland Texel. Is een mooi voorbeeld van de strijd tegen het water. De kaart wordt toegeschreven aan Jan van Skorrel. Ze maakt in 1552-1553. En hij hoort bij de oorspronkelijke octrooiaanvraag voor de bedijking. En het is een conceptkaart. Jan van Skorrel die heeft op basis van dit plan in Antwerpen op de beurs een aantal kopers, zakenlieden, weten te interesseren voor het plan. Hij had ook een paar tonnetjes vette zeeklei bij zich om te laten zien wat een goede grond het zou opleveren. Maar waarschijnlijk heeft hij ook deze kaart als promotiemateriaal bij zich gehad. Jan van Skorrel die werd wel de Leonardo da Vinci van het Noorden genoemd. Hij was een alleskunner, schilder, zakenman, kanunnik. En alleen aan bedijkingsplannen heeft hij zich verteeld. Het is een echte financiële mislukking geworden uiteindelijk. We staan hier bij de Mariakapel Keins, noordelijk van Schagen. In de kapel werd deze tekst aangetroffen. Wie het dorp Schagen in Noord-Holland noordwaarts verlaat, komt na een wandeling van omtrent een half uur op de Westfriese dijk in een onaanzienlijk gehucht, de Keins geheten. Thans is de Zijpe, de polder waarin genoemd gehucht is gelegen en eertijds bestaande uit ondiepte en moeraslanden, bedijkt en heeft de Noordzee moeten wijken. En op de kaart van Van Skorrel staat dat aangegeven als de Kleine Keins. Er was ook een grote Keins in het kweldergebied. En hier liet Van Skorrel zijn zanddijk beginnen, die het kweldergebied moest inpolderen. Het bijzondere aan deze kaart is dat naast de dorpen ook veel menselijke bedrijvigheid is getekend. Het werk aan de zanddijk is eigenlijk heel gedetailleerd in beeld gebracht. Maar dat zal toch gemaakt zijn voor de daadwerkelijke werkzaamheden. Want uit het verslag van dijkenbouwer Vierling blijkt dat er bijvoorbeeld geen gebruik is gemaakt van ossen of kruiwagens die wel op deze kaart te zien zijn. Ik sta nu in de Eierlandse duinen, het meest noordelijke puntje van Texel. De tijden van Jan van Skorrel was dit een klein eilandje, dat kun je ook goed zien op de kaart, helemaal links. En later is het tussengedeelte tussen het oude Texel en het eilandje ingepolderd. Maar wat heel mooi te zien is, op dat kleine eiland is het zogenaamde eierenrapen. Dat waren meeuweieren. Meeuweieren die bestemd waren voor bakkers op het vasteland. Het grote kaartenboek is verkrijgbaar bij de boekhandel en bij het Nationaal Archief.